Jeffrey, ik heb een vraag gekregen van Dirk uit Den Haag. Want hij raakt tijdens partijvorm vaak de bal kwijt. Dus hij dribbelt tot de tegenstander af en dan pakt diegene de bal af. Okay. Heb jij een goede tip voor hem? Ja, dat is de kapbeweging. Dus laten we die gaan oefenen. Oké, wat moet ik doen? Nou, kom maar op mij afdribbelen. Ja? Dus dat betekent dat je snelheid gaat maken. En voordat je bij mij bent, kap je de bal af met je binnenkant van de voet. Okay. En kap. Goed zo. En dan wat sneller, hè? Neem ik aan. Dan wat sneller. Oké. Okay. En zorg ervoor dat je dus echt de bal van richting verandert, zodat ik als tegenstander de bal nooit kan afpakken. Oké. Okay. Prima. Goed, we gaan nu proberen om te kappen met onze buitenkant voet, zodat je de andere kant op draait. Oké. Okay. Goed zo. En kap met je buitenkant. Prima. Zo, als je je tegenstander echt wil verrassen, dan kun je naast dat je met je binnenkant en je buitenkant kapt, kun je ook achter je stambeen langs kappen. Dat betekent als je gaat dribbelen, dat je er dan voor zorgt dat je je stambeen neerzet en vervolgens kap je de bal naar de andere kant toe. Zodat je ten alle tijde je lichaam tussen de tegenstander en de bal hebt. Goed zo. Juist, prima. Nou, als je nou helemaal goed wil worden, dan probeer je ook deze oefening met je andere been. Met links? Met links. Nou, ik weet niet of ik dat kan hoor. Oh, zonde. Ja, dat is lastig. Dat blijft oefenen. Ik ga dat doen. Doe jij dat thuis ook? Ik zie je volgende week.